Ja, bij de Brabant Hallen is verslaggever Roel Kartens. Ja, Roel, is het al een beetje druk daar? Het is heel erg druk, al zou je zeggen van niet. Hè? Achter mij, die hal lijkt hartstikke leeg. Maar binnen, daar zitten inderdaad die 3.350 wegenermedewerkers die zometeen te horen gaan krijgen dat er dus 10% van de banen gaat verdwijnen. En er is net een persbericht uitgekomen. Inderdaad, 300 tot 350 banen gaan er verdwijnen bij Wegener. Of liever gezegd, bij het moederbedrijf Micom. Dat is het moederbedrijf van Wegener. Ja, we kennen Wegener hier eigenlijk vooral als uitgever van het Eindhovens Dagblad, het Brabants Dagblad en BN De Stem. Gaan die ontslagen ook daar vallen dan? Ja, waarschijnlijk wel. Alles wordt er getroffen. Micom en Wegener is zwaar vertegenwoordigd in Brabant. Alleen de vraag is waar? Gaat het op de advertentieafdeling gebeuren? Op de administratie? Of ga je echt snijden in de kern van de krant, in het aantal journalisten? En daar zijn heel veel mensen, heel veel journalisten, heel veel regionale collega's die hier ook waren, die nu naar binnen zijn, bang voor. Ga je echt tornen aan de beginselen van de krant? En dat is nieuws. Ja. Nou gaat het eigenlijk al jaren niet zo goed met de krant, hè? Dus dan waren deze bezuinigingen eigenlijk toch wel te verwachten. Ja, natuurlijk de opkomst van internet. Krant is natuurlijk het alleroudste medium, hè? Daarom noemen we het ook de perspapier. En dat wordt links en rechts ingehaald door internet, door iPhones, iPads, Androids. Je pakt je mobiele telefoon en je leest het laatste nieuws. En de krant zit met een dilemma van moeten we het eerst op internet zetten? En ja, de volgende dag wordt er dan misschien geen krant meer verkocht, want het staat al op internet. En daar zit Micom, Wegener zit daar ook mee. Ze gaan nu wel fors investeren in digitale media, zoals het heet. Dus dat het nieuws ook op iPads, iPhones, Android-telefoons komt. En natuurlijk gewoon op hun internetportal. Maar tegelijkertijd moeten ze ook nog krantjes verkopen. En die tweespalt, daar zit de krant heel erg mee. Oké, Roel Kartens in Den Bosch, dankjewel.